Goedenavond dames en heren en welkom bij deze eerste uitzending van het nieuwe televisieprogramma Aanvaard de Taart. In dit televisieprogramma staat smerigheid, ranzigheid, lef allemaal centraal. In deze uitzending gaan we namelijk condooms wikkelen, bananen eten, slagroomhappen en allemaal voor dat soort dingen. Alles wat bij onze programmamakers in het hoofd opkwam aan smerigheid en ranzigheid hebben ze allemaal in dit programma gestopt. Aan het eind van het programma krijgt iemand een taart in zijn gezicht gegooid, of liever krijgen mensen taart in hun gezicht gegooid. Namelijk het verliezende team krijgt dus taart. De teams bestaan allebei uit twee kandidaten. Die stellen zich straks bij het eerste onderdeel allemaal aan u voor. En dan stel ik nu voor om direct maar naar het eerste spelletje te gaan. Vanavond is het zoveel mogelijk bananen eten in 2 minuten tijd. Het wereldrecord bananen eten staat op 17 in 2 minuten. Beide teams hebben 14 bananen en er zijn vanavond dus 14 punten te verdienen. Sowieso met deze opdracht voor beide teams. En daar gaan we nu beginnen. Lieke, en we gaan bananen eten en we zijn veel beter dan dat team. Dus gaat helemaal goed komen. Nou, wij zijn team 2, Christian en Laura. En wij moeten dus ook 14 bananen opeten en wij gaan winnen. Ja. Die moet aan jullie kant blijven hangen, jongen. Kom hier met het ding, hoor. Als je hier vent. Ja, dat is de tijd bij. Oh, dat is een rand. Kan je niet ontbijten? Hou binnen, nog één, kom op! Oh, ik pis in mijn broek. Ik pis aan mijn bed. Hoeveel bananen de teams hoog eten? Team 1 heeft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bananen over. Dus team 1 heeft er ook 7 gegeten en hebben dus 7 punten gescoord. Team 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ook 7. Dus ook team 2 heeft 7 punten gescoord bij dit onderdeel. En nu het onderzoekje voor de volgende opdracht. Met team 1 en team 2 slagroomhappen. Wat inhoudt, op dit dienblad ligt heerlijk veel slagroom. En daar hebben we letters in verstopt. Die letters spellen het woord slagroom. We hebben rode letters en groene letters. We gaan proberen zoveel mogelijk letters in 2 minuten tijd te happen. En als je het woord slagroom kan maken, dan krijg je 1 bonuspunt. En voor de rest krijg je zoveel punten als dat je aan letters hebt gehad. Dit zat er aan vast. Ik kan haar helpen.
die muffin dat ik van. Oh. Oh, gatsen! Wat lekker, ja! Eeuw, dat rooie! Oh, fuck! Oh, zijn er nog letters? Zijn niks van? Nee! Oh. Zijn er nog letters? Oh, dat zitten we hier voor dicht. Ik ga gewoon tapen. Oh, zoeken. Ah! Oh, nee, dat is niet erin. Oh, het gaat op mijn nek! Oh, je bel! Dat komt niet zo! Ik heb geen letters meer! Zeg een letters meer. Zijn ze weg? Nu gaan we de puntentelling doen. We gaan kijken hoeveel team 1 en team 2 hebben gehaald. Nou, team 1 die heeft hier 2, 4, 6, 8 punten liggen voor team 1. En team 2 die heeft er 2, 4, 6, ook 8. Dat betekent dat we gelijke stand hebben, alweer, voor de tweede keer. Dus nu gaan we kijken naar het volgende onderzoekje. Hallo iedereen en welkom bij het extra onderdeel van onze uitzending van vandaag, waarin we een top 3 hebben gemaakt van de meest gênante seksblunders van onze kijkers. Deze hebben ze ingestuurd omdat ze daarmee 5 condooms kunnen winnen. Nick gaat nu even vertellen wat de top 3 meest gênante seksblunders zijn en wie er gewonnen heeft. Ja, we hebben duizenden inzendingen gekregen uit het hele land en die hebben we bekeken en daar hebben we toch een top 3 moeten maken. En op nummer 3 staat Esther van der Wal en die vertelt ons dat toen haar vriend haar wou nemen in bed, dat ze haar panty nog aan had. En dat werkt natuurlijk niet. Op nummer 2 staat Joran van der Boot, die met zijn vriendin in de badkuip lag. En toen de afvoer leegliep, toen bleef ze geslachtsdeel erin steken. Op nummer 1 staat degene die met deze 5 condooms toegestuurd krijgt. En dat is Karel Neerslag en die was in de dierentuin toen een geit hem in zijn sterretje probeerde te nemen. Tot zover het extra onderdeel van deze uitzending en nu gaan we weer verder. We gaan het hebben over de veiligheid van condooms. We hebben 2 merken, we hebben het Ethos huismerk en we hebben Durex. Nou, we gaan ze testen. Nee Laura, nee, zo gaan we het niet doen. We gaan kijken hoe veilig een condoom is door ze op te blazen. En degene die het eerst knapt is de minst veilig. Ja, ben je klaar voor? Veel veiliger. En nu gaan we verder naar de opdracht.